Je kunt niet zo hard trainen als je kunt rusten. Trainen is belangrijk. Daar zijn we de afgelopen weken wel achter gekomen. Moet ik nou elke dag trainen? Hoe hard moet ik trainen? Moet ik spierpijn krijgen? Nou, ik vind spierpijn mag zeker de dag erna. Dus probeer altijd als je op maandag traint, dat je op dinsdagavond weer van je spierpijn af bent. Dan doe je het in de regel goed. Trainen is een prikkel die het algemeen dagelijks leven ontstijgt. Daarom zegt iemand die bijvoorbeeld, ja, maar ik doe al zoveel, ik werk al zo hard, dus ik hoef niet te trainen. Dat gaat niet op. Dan het belang van rust. Want hoe harder ik train, hoe meer het belang van rust gaat worden. Het is trainen en rusten. Ook daarin zien we weer, het moet in balans zijn. Slapen dus belangrijk. Let daar heel goed op, want dat heeft een groot effect op onze gezondheid. Mensen die lijden aan slapeloosheid, die zijn of overtraind, te veel fysieke prikkels in het lichaam, of ze spannen zich mentaal veel zwaarder in dan fysiek. Dus dan is juist dat je zegt, voordat je gaat slapen, zorg nu dat je je fysiek moe maakt. Dan kun je daarna veel beter rusten. En als er psychologische redenen zijn van slapeloosheid, van zorgen, angst, dan adviseer ik, breng dat bij God. Want het is in een leven dat in balans is, horen we echt elke nacht tussen de 6 en 8 uur te slapen. Volgende oefening is de one leg stretch. Dus een eenbenige strekoefening van de buikspieren. Pak maar 1 knie vast. En die zetten we in positie richting het heupgewricht. Die zetten we hier vast. Waarom is dat? Ik kan hem natuurlijk ook helemaal doorhalen. Maar als ik de knie boven de heup hou, dan train ik meer mijn onderste buikspieren. Zeer belangrijk. Strek dit been maar even uit. Deze knie boven het heupgewricht houden. En dan ga je omwisselen. Precies. De handen, kijk, op het moment dat je de armen gestrekt houdt, dan breng je de knie eigenlijk tegen de hand aan. En dan weet je dat de positie van de knie ten opzichte van het bekken perfect is. En dus het is niet fout op het moment dat de knie helemaal richting de borst gaat. Maar door de knie boven de heup te positioneren, leg je meer accent op je onderste buikspieren. En dat is voor de stabiliteit van de wervelkolom heel belangrijk om daar sterk te zijn. Het is onmogelijk alles zelf te doen. We hebben God nodig en we moeten op al die terreinen vragen aan God dat we hem daarin zullen volgen en dat we moeten doen wat hij van ons vraagt. God geeft genade. Hij doet het. En wij doen ons deel. En wij gehoorzamen. Genade en gehoorzaamheid horen bij elkaar. Dus hoe mooi is het als je aan het sporten en aan het trainen bent, dat je dan het gevoel hebt dat je God aan het gehoorzamen bent. We hebben de afgelopen weken samen gekeken naar de relatie tussen sport, training, gezondheid en ons geestelijk welzijn. Nou, voel je niet onder druk gezet als er zaken zijn waar je niks mee kan of waar je iets anders mee zou willen doen. We hebben geprobeerd om je richtlijnen te geven om te kunnen werken aan een actieve en een gezonde levensstijl. In relatie ook tot je geestelijk leven. Maar het is wel een geboden optie om te kijken wat je inzet daarvoor. Breng het bij God en zorg dat je God daarin ook kan dienen en kan volgen. Welkom weer bij een nieuwe editie. We gaan vandaag naar het laatste item. En betekent dat we vandaag ook echt de grenzen gaan halen. We gaan ze opzoeken met wat pittige oefeningen voor de buikspieren en met een jump squat. We starten met de eerste oefening, buikspieren. Doen jullie mee? We liggen op de rug. We hebben een 90 graden hoek in de heup en in de knie. Kin naar de borst. Onderkant van de schouderbladen heeft contact met de mat. Probeer te kijken richting de navel. De bovenarmen breng je richting je oren en je strekt de benen uit. En daarna weer handen naast de knieën. Inademen bij het spreiden. Uitademen bij het klein maken. Inademen, uitblazen. Inademen, uitblazen. Maar je merkt alweer, benen en armen samengesteld, pittige oefening. Klopt, hè? Wij gaan over naar jump squat. We zetten de voet op heupbreed. Handen in elkaar. Oké, kom maar. En buig, hap. En steeds de armen in de lucht. In de lucht. Buigen, strekken. Doe wat jij kan. 4, 3, 2, 1. Wauw. Gaan we gelijk liggen. Je voelt die grens. Zitten we eigenlijk al aan, maar we stellen hem nog heel even voor ons uit. Handen bij de knie. En in, uit, in en uit. Oké, laatste dit, hè? Komt-ie.
Handen in elkaar. En hoppa, kom op. En door. En door. Vooral mentaal doorzetten nu. Hup. Discipline. We spreken af nu. Laatste 10. Buig. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Top, even liggen nu. Want als je de grens opgezocht hebt, samengesteld geoefend, hoge hartslag, gewerkt op aan fitheid en gezondheid, rusten. Net zo belangrijk als hard trainen.